Hey, superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Sinds deze week heb ik eindelijk vakantie van school, dus ik heb echt allemaal vet leuke dingen gepland. Be ready! Zoals je ziet is ook de helft nog niet geabonneerd, maar die kijkt wel naar mijn video. Dus ben je nou nog niet geabonneerd, vergeet zeker niet op die rode knop te klikken. En laten we dan maar gaan lekker beginnen met de video. Dat was echt een rare zin. Oké, voordat we beginnen met de weekvlog wil ik eigenlijk even iets aankaarten. Ik heb namelijk net mijn hele kledingkast uitgezocht. Het is one big mess. Hier allemaal leuke items. Even mijn kledingkast doorgaan en ik vond het weer tijd om wat kleding te verkopen aan jullie. En dit heb ik dit keer gedaan via de app Depop, maar dan worldwide. En vooral vintage kleding is er veel op te vinden, van designermerken ook. Fucking gaaf. Dus ik heb ook een paar items opgezet en... ja, ik ga even laten zien hoe het werkt. Ben je er ook benieuwd naar? Je kan me volgen. Het is gewoon @sarahverwoerd. Linkje staat zeker weten in de beschrijving. Nou ja, dit is dus mijn, mijn account. Ik heb nu 9 items erop staan. En ja, ik ga even laten zien hoe het dus werkt. Dit is dus mijn shop. En hier heb ik dus een aantal items. En dan hier bij het huisje zie ik de items die ik nu aan het verkopen ben. En bij list and item kan je dus een nieuw item erop zetten. En ga ik even foto's pakken. Deze top had ik deze foto's gemaakt. Zo. En dan staan de foto's erin. Je kan dus van tevoren foto's maken, maar je kan ook in de app zelf foto's maken. Kon je een beschrijving toevoegen. En je kan 5 hashtags toevoegen. En ja, dit is natuurlijk vet handig, want dan wordt het soort gecategoriseerd. En dan kunnen mensen op een hashtag zoeken en dan kunnen ze jouw item natuurlijk vinden. Zo, ik heb even 5 hashtags aan toegevoegd. Nou, dan kan je informatie invullen over de locatie waar je nu dus nu zit. Bij mij gaat het over een top. En ik vind het een crop top. De brand is H&M. Ja, de size was maat M. Dus dat kan je allemaal daar invullen. En dan, condition is brand new. Maar ja, je kan ook gewoon gebruikte kleding. Ik heb deze toevallig net aangehad. En ik ga deze verkopen voor €10. Dan kan je de kleur aantikken, de stijl, dus gewoon modern, cute, zo. En dan kan je hier dus shipping invullen. Je kan ook free shipping doen, dus dan ga je zeggen dat de kosten voor jou zijn. Worden je items natuurlijk wel sneller verkocht, maar dan zou ik de items wat duurder maken, want anders verdien je er alsnog niks aan. Maar ik heb nu voor €6. En je kan dus ook aanklikken dat je het voor wereldwijd wil shippen. En ja, dan klik jij gewoon op post listing en dan staat hij op je account. Maar ja, zo snel en handig gaat het eigenlijk. Nou, ik heb dus nu mijn shop helemaal geopend op Depop. Volgens de link in de beschrijving wil je me volgen en wellicht iets kopen. Ja, het leuke aan Depop is eigenlijk dat ze best wel een unieke variatie aan kleding hebben. Ze zijn vooral echt op de vintage en ze spelen heel erg in op trends. En daarnaast zijn ze ook heel erg bezig met duurzaamheid. Hierdoor recycle je de kleding en schaf je minder snel de fast fashion aan. Nou, ik ben er echt vet enthousiast over. Ik vond het echt heel makkelijk en er staan echt super leuke dingen op. Dus je moet even scrollen eroverheen en dan kom je echt gave dingen tegen. Je kan in ieder geval eens kijken op mijn Depop en yes, super leuk. Het is momenteel alweer maandagmiddag om 4:00. Ik moet werken. En ik doe daarom even zonnebrand op. In ieder geval, het is face cream en sun. Het is sun protection face cream. You know. Maar ik bezorg, dus ik loop veel in de zon en zo. Dus daarom smeer ik weer alles in mijn hoofd in. Ik heb vandaag de hele dag online les gehad. Vandaag, deze week heb ik mijn laatste lesweek. En daar heb ik vakantie. Zo blij! Ik ben helemaal happy. Ik heb deze week al mijn deadlines. Echt kill me. Ik heb eigenlijk wel nog een herkansing van vorig jaar. Die moet ik ook nog doen, maar dat is niet zoveel werk. Ja, morgen heb ik eigenlijk mijn grootste deadline. En dan donderdag niet zo'n hele grote. En dan vrijdag wel weer een grote. Maar die is op zich wel makkelijk om te doen. Dus ja, ik zie het einde al helemaal in zicht. Ik zie vooral mijn vakantie naar Sarintos heel erg in het zicht.
dit leuke shirt aan als je in bent. Ik ben veel te laat, dus ik ga nu snel naar mijn werk. En ik zie jullie vanavond weer. Guys, oh my freaking god. Het is alweer avond en ik ben al een tijd terug van mijn werk. Ik heb mijn portfolio afgemaakt. En ik heb een andere schoolopdracht afgemaakt. Dus dat gaat goed. Ik ben nu gewoon even keihard aan het werk. Zodat ik gewoon midden deze week, eind deze week gewoon helemaal klaar ben. En vakantie heb. En alles chill. En ik moet het opladenblok. Want de batterij is weer leeg. Dus jongens, ik ga nu naar bed. Ik ga slapen. Want ik ben veel te moe. En ik spreek jullie morgen weer. Love you. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Het is 8 uur. En ik ga lekker sporten. Gisteren heb ik niet gesport. Ik bedoel, het is niet drama. Maar ik wil het liefst elke dag. Alleen ik heb het zo druk met mijn deadlines. Dus deze week gaat het niet lukken. Dit is mijn sportoutfit. Ik heb dus nu een, noem je dat, een trui erover. Maar ik heb dit vet leuke topje aan van Stronger. En daarbij lekker een korte sportlegging. Love it. Ik ben dus waarschijnlijk niet de enige die hier onzeker over is. Nou ga ik het zeggen. Als ik zo sta, dan zie je zeg maar hier een soort, ja, buikje. En echt hierom zou ik dus zeg maar niet in een kort topje of in een alleen sport BH willen lopen in een sportschool. Want ik voel me daardoor een soort van dik. En jullie denken waarschijnlijk echt, wat lul jij. Maar dat is gewoon je baarmoeder. Het is gewoon hartstikke normaal dat dat er zit. Ik bedoel, bijna ook van heeft dat. En ik ken eigenlijk alle vriendinnen die het ook hebben. Maar ja, daardoor schaam ik me gewoon. En daardoor zou ik gewoon echt het niet dragen. Maar ik ga het gewoon doen, want fuck it. Scheid. Ik doe het gewoon. Ik vind het een leuk setje, dus ik doe het gewoon lekker aan. Oh my god, het is echt zo heerlijk weer. Het zonnetje schijnt lekker. Het is echt, oh, het is zo lekker. Als het nu gewoon 8 uur is en het regent, heb je gewoon geen zin in de dag. Maar ik ga lekker met de scooter. Ik ga de boot lekker ophalen. En oh, ik word zo blij van dit weer. Ik heb nu alleen tegenlicht. De reden waarom ik trouwens zo vroeg ga, want ik ga het liefst gewoon rond 1:00 of 9:00. Omdat ik om 10:00 les heb. Dus ik moet er al thuis zijn. Nou jongens, Bo en ik hebben net lekker gesport. Het was zo chill. Echt. Ja. We hebben het zo goed gedaan. Echt niet normaal. Het was gewoon veel te kort. Maar we moeten nu snel gaan, want we hebben een beetje haast. Het is inmiddels 1:00. Ik heb een lekker zomerjurkje aan. Super cute. Van, waar is deze eigenlijk van? Ik zou het niet weten. Ik heb sandalen eronder. No, not the fanciest thing. Maar ik had net de hele tijd online les. Ik heb super weer goed aan mijn deadlines gewerkt. Ik heb vandaag ook niet te werken. Dus ik denk gewoon de hele dag aan school gezeten. Zodat ik eigenlijk vandaag, misschien morgenochtend, klaar ben. Dat is helemaal chill. Dat zou echt top zijn. Ik ga morgenochtend dus ook lekker sporten. En ik ben nu een gezonde pizza aan het maken. De ene kant zegt, wil je alsjeblieft de calorieën noemen? Dat geeft me inspiratie. En het is chill, maar aan de andere kant kan het ook mensen triggeren. En ja, ik vind dat wel gewoon belangrijker. Ik bedoel, dat je iets wil weten of dat ik je echt iets kan triggeren. Dat is natuurlijk gewoon heel heftig. Dus wil jij recepten weten hoeveel calorieën het is, moet je me gewoon een DM sturen. En dan zal ik het daarin beantwoorden. Ik doe ook vaak recepten op mijn Instagram stories. Ik had er pas een What I Eat in a Day gedaan. Dus ja. Oh my god, yummy! Ik heb dit recept gedeeld op mijn Instagram. Dus wil je het weten, follow me on the gram. Guys, het is weer 6:00. Ik ben helemaal zat. Ik zit helemaal aan mijn school. Maar ik ben, als ik dit afrond, dus ik moet hier nog 1 uur aan zitten, dan ben ik klaar. Ik ben helemaal klaar. Dan heb ik alleen maandag, volgende week maandag, nog een gesprek. En dan ben ik klaar op vakantie. Helemaal chill. Deze deadline is eigenlijk pas donderdag. Dus echt niks voor mij dat ik het nu al zit te doen. Want ik ben echt uitsteller tot de max. Maar oké. Ik had helemaal motivatie om te doen. Dus dat gaan we dan ook lekker doen. Ik vind het helemaal top. Ik vind het helemaal chill. Oké, mijn camera even uit. Ik wil zeggen, ik ga nu naar beneden. Want ik heb echt pijn in mijn rug. En van het zitten. Dus ik ga na het eten hier nog een uurtje aan. En dan helemaal gescheten. Oké, ik zit in de auto inmiddels.
Ik ga nu onderweg naar Stan, want wij hadden bedacht, we gaan lekker ijsje halen. We zijn zelf beide echt misschien wel een paar weken niet naar de McDonald's geweest. En ik had echt nog vet veel calorieën over, omdat ik vandaag gewoon echt geen honger had. Dus ik zeg, yo, zullen we gewoon ijsje gaan halen? Boeien, weet je. We gaan wel lekker naar de McDonald's. We gaan lekker McFlurry halen. Nou, de laatste keer dat ik een McFlurry op heb, dat is misschien wel een jaar geleden. Ik neem sowieso niet vaak een McFlurry. Maar ik vind ze zo lekker. Ik vind ze echt zo ontzettend lekker. Dus weet je, treat yourself. Want ik ben de laatste tijd natuurlijk ook vet goed bezig met sporten. En ja, dan mag je sowieso meer calorieën eten. En dat doe ik niet, want ik heb gewoon letterlijk geen honger. Ik heb vandaag alleen die pizza op mijn avondeten. Maar ik heb gewoon echt geen honger, jongens. Ik weet niet wat het is. Ik heb zo'n opgeblazen buik. Ik weet niet hoe het komt. Misschien komt het door de spiraal of zo. Maar ik heb zo'n opgeblazen buik als ik wat eet. Ik had die pizza op. Nou, echt, mijn buik knalde gewoon bijna uit elkaar. Nou, ik snap er echt helemaal niks van. Het is zo fucking raar. Maar ja, ik vind wel dat ik een ijsje verdient. Dus we gaan het allemaal zien. Ik ga het dan ophalen, want het komt gewoon handig uit voor naar de McDonald's gaan. En ja, dat is de planning. Nou jongens, ik ben bij de McDonald's. Oh my god, stress. Maar wat wil jij nou? M&M. Een hele goede avond. Welkom McDonald's, wat voor bestelling? Ja, ik wil één McFlurry Oreo met karamelsaus. Ja. En één McFlurry M&M. Doe maar karamel. Met ook karamelsaus. Dat was hem. Ja. Voor de 6,50 mag voor de deur staan. Ja. Karmugang. Maar Stan wil er niet op. Wil je erop? Nee. Oh. Nou, Stan wil er niet op. Maar ik heb dus lekker een McFlurry. Gaat niet helemaal goed hier. Goed. Ik heb dit. Ze hebben dus houten lepel. Hoe lang is dit al? Want zo lang ben ik dus al niet bij de Mac geweest. Ik heb volgens mij ook nog nooit een McFlurry in zo eentje gehad. Dat was wel een tijdje. Ja, dat heb ik echt nog nooit gehad in zo'n kartonnen doos. Maar wanneer ga jij ooit naar de Mac? Jij gaat gewoon nooit naar de McDonald's. Af en toe. Maar wanneer? Weet ik niet. Echt nooit. Ik wil jij nooit. Ik was laatst, denk ik, 2 weken geleden naar Rotterdam geweest, toch? Of 3 weken geleden? Ja. Toen. Oh. Met Jesper. Oh ja. Jongens, welke McFlurry bestellen jullie altijd? Ik altijd Oreo caramel. Love it so much. Ja. Nou, wij gaan lekker opeten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdagochtend. Het is 8 uur. En ik ben weer in mijn sportoutfitje geheist. Ik ga weer lekker sporten. Zometeen om 9 uur. Dus. Oh, het is al 9:10. 8 uur ging ik opstaan. Dus ik ga nu even lekker naar beneden. Even rustig aan mijn dag beginnen. En oh, ik haat mijn haarlijn echt. Ik heb zo'n rare haarlijn. Er zit echt zo'n rare punt hier. Ik vind het echt zo kut en lelijk en irritant. Maar goed. Ja, ik heb dus dit sportsetje aan van Stronger. Alles is Stronger altijd. Nou jongens, het is inmiddels 9:15. Ik ga lekker naar de sportschool op de scooter. Want het is echt top weer. Oh, ik moet wel de sleutel pakken. Ik heb vandaag geen online les. Ik heb bijna al mijn deadlines af. Dus dan zijn we helemaal klaar. Oeh, ik ben er blij. Ik heb gewoon vakantie. Ik besef het echt niet. Ja, ik heb maandag nog een eindgesprek. Maar het komt helemaal goed. Alright, ik heb inmiddels gedoucht en ik heb alleen even een beetje mascara opgedaan. Ik heb dit superleuke shirt aan van Shein. Achterkant is vet leuk. En daarbij gewoon een bikershirt van... Ik had vanmiddag al lekker wat lunch gemaakt. Ik had crackers met tonijnsalade. En ik heb nu lekker een smoothietje gemaakt. Van aardbei, banaan en appel en water. Vet lekker. En ik ga even buiten zitten, want het is super mooi weer. Ik ga denk ik even in de zon liggen en een filmpje kijken of zo. Ja, daar heb ik zin in. Ik heb echt een soort vakantiegevoel. Heerlijk. Weekvlog is ook al afgeëdit. Stop. Ik moet vanmiddag even werken en dan ga ik daar naar Stan. En morgen gaan we lekker de hele dag varen. Oh fuck, de telefoon moet echt in de oplader.
ik kom er dus gewoon oprecht net achter dat mijn telefoon gewoon geconnect kan worden met deze camera. Waarom wist ik dit niet? Het is zo ontzettend dom. Echt. Wow. Het is tijd voor een koffietje. En ik krijg altijd de vraag hoe ik mijn ijskoffie maak. Dus ik laat het wel eens een keer zien. Ik heb het wel eens vaker laten zien. Maar ik dacht, ik ga het gewoon nog een keertje laten zien. Want ik krijg de vraag zo vaak. En ik doe het echt op de meest simpele manier ooit. Dus ja. Yeah. Oké, letterlijk het enige wat je nodig hebt is natuurlijk een beker. Ik heb deze Starbucks beker van Starbucks. Ik heb gekocht bij Starbucks. Een espresso shot, havermelk, ik gebruik 200 ml en ijskoontjes. Nou, dit is letterlijk het enige wat je nodig hebt. Ik doe het altijd heel simpel, dus ik doe gewoon koffie met melk. En dan de rest opvullen met ijskoontjes. Dat het goed koud wordt. Zo. En heel soms, dit doe ik eigenlijk bijna nooit. Heel soms als ik zin in heb dat het wat zoeter is, dan doe ik van die flavor drops erbij van MyProtein in de smaak toffee. Ik doe het nu ook wel gewoon voor de leuk, weet je, waarom ook niet. En dan doe ik echt 2 druppels zo. Een heel sterk spul. En ja, dat was het eigenlijk. Echt mega simpel, maar wel heel lekker. Voor mijn moeder heb ik gewoon een normale koffie met havermelk. Altijd havermelk. Niks. Yummy. Oké, ik ben inmiddels terug van mijn werk. Ik zie er nu uit. Wat voor? Ik ga nu gezellig naar stand toe. Op de scooter. En morgen ga ik varen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben wakker geworden bij Stan. We hebben echt de meest vreselijke nacht ooit gehad. Het is hier namelijk zo heet op zijn kamer. En toen gingen we de ramen openzetten. Toen kwamen er allemaal muggen. We hebben echt tot 2:30 s'nachts wakker gelegen. Omdat we gewoon niet konden slapen van de hitte en die beesten. Toen zijn we letterlijk beneden op de bank in slaap gevallen. Helemaal in elkaars armen, zo schattig. Toen was we om 6:30 wakker van het licht hier. Van het licht natuurlijk beneden. En toen zijn we weer verder gaan slapen. Wat een drama, echt. Oh my god. Maar in ieder geval, ik wil eigenlijk om 8:00 mijn bed uit. Maar ja, ik heb natuurlijk echt een kutnacht gehad. Het is nu bijna 22:00. Ik moet even bellen met mijn groepje, laatste keer. En Stan ook. En dan gaan we daarna even het eten halen. Dan gaan we gezonde wrapjes maken. En dan gaan we lekker varen. Nou, we hebben net... Huh, wat is het een rare instelling? Nou, we hebben net even wat boodschap gedaan bij de Jumbo. En... We bevat het ook maar zo weinig calorieën. Dat is 1 calorie, hè? Ja, ik... dat pak. Huh? Ja. Nee, per 100 milliliter. Hè? Ik ben op de gymlijn, dat heb ik net getraind. Ik heb me niet geweest, man. Oh. What the fuck? Ja, ik heb Crystal Clear gehaald, dat is ook maar 1 calorie. Ja, dat is ziek, hè? Per 100 milliliter energie, 4 calorieën. Er zit 15... En... 5... Oh nee, 1 calorie. 15 calorieën zit in dat hele pak. Dat is lijp, hè? Ja, dat is fucking ziek. Wil je een goede frisse drank zonder calorieën, dubbel fris, met 1 calorie? Even reclame maken. Sponsor me. Yeah. Nee, maar we gaan nu lekker varen op de boot. Dan is het eraf aan het halen. Anna komt ook nog helemaal gezellig. Dus nou, helemaal heerlijk dagje. Ik heb nu een soort van officieel vakantie, hè? Echt? Ja. Heb je examen gedaan? Nee, ik heb geen examens. Ik heb alleen een beoordelingsgesprek. En als je die haalt, dan ben je... Ja, en portfolio's en zo. Zo, dat is wel lekker hoor. Ja, ik heb die maandagochtend, dus dan ben ik er lekker vanaf. Ik heb ook geen examens. Ik ook niet. Nee hoor. Lekker chillen. Lekker, ik heb alleen vakantie. Oh, je hebt gewoon werk, tuurlijk. Ja. Chill! Nou jongens, ik wilde echt gaan vloggen vandaag. Is me weer niet gelukt. Maar we hebben heerlijk gevaren. Het was echt niet normaal heet. Ik heb zelfs gezwommen. Het was zo lekker. Ik hoop dat ik een beetje een tintje heb gekregen. Ik ga nu zo meteen lekker naar huis. Vind je het ook leuk? Ja, dat is heel lekker. Gewoon heerlijk. Lekker. Helemaal zen. Helemaal zen. Heerlijk op de boot. Hij zit alleen maar in de schaduw. Nu zijn die met die boot bezig. Het valt niet echt op of zo. Het valt wel mee hoor. Waar is het dan? Je rug voor mij zijn apart net. Blijf om dan. Je bent... Oh ja. Nah. Aan je nek. Heb ik dus maar valt wel mee. Met die scharnier, hè? Scharnier. Scharnier. Nee, sorry. Jij moet even de gal in. Jongens, ik ben inmiddels thuis.
Het is echt zo mooi en lekker weer. Het is echt niet normaal. Ik heb echt heerlijk de hele dag op de boot gelegen en gechilled en gevaren. Ik ben nu thuis, het is bijna etenstijd. Ik ga zo lekker eten. Ik zit te twijfelen of ik vanavond gewoon even lekker ga sporten of zo. Maar ja, het is wel echt fucking heet. Even kijken wat de planning is. Nou jongens, ik verveelde me echt dood. Ik lag alleen maar in bed TikTok te kijken en ik voelde me helemaal kut. Want ik was gewoon niks aan het doen. Dus ik dacht, ik ga lekker sporten. Ik heb een lekker sportfitje, outfitje aangetrokken. En ik ga even lekker een uurtje sporten. Weet je, waarom ook niet? Het is echt ontzettend mooi weer gewoon. Ik word er zo blij van. Ik ga ook lekker op mijn scooter. Ja, heel vaak vragen jullie van wat doe je in de sportschool en dit en dat. Maar ja, ik ga natuurlijk niet in de sportschool filmen. Dat is een beetje apart. Gewoon kut om in een sportschool te filmen. En ik doe ook niet altijd hetzelfde, want ik train andere spiergroepen elke keer. Dus ja, ik kan niet echt goed zeggen wat ik doe. Ik doe maar wat, jongens. Oh my god, ik heb net gesport. Ik tril helemaal. Het zie je aan die camera. Dat was zo chill. Ik ben zo lekker gesport. Ik ben zo blij dat ik ben gegaan. Maar ik ga nu snel naar huis. Hi allemaal. Het is vandaag inmiddels alweer vrijdag. Ik heb vandaag helemaal niet gefilmd. Ja, het is een soort van iets een beetje aparts gebeurd. Zoals je ziet heb ik wel make-up op. Ik dacht dat ik vandaag namelijk iets heel erg leuks had. Bien en Farah van het programma Zembla zou komen filmen. En die man had tegen mij gezegd dat het een leuke aflevering zou worden over fashion industrie. En dat ze graag een kijkje in het leven van een influencer willen nemen. En ja, het klonk allemaal heel erg enthousiast. En ik had met mijn moeder overlegd. En die zei dat het ook wel gewoon er goed uitkwam. En ik vroeg alsof het niet iets negatiefs was. Want ik wil gewoon niet dat ik aan iets negatiefs word gekoppeld. Of een heel zwaar beladen programma. Wat het natuurlijk wel is. Maar hij zei dat het niet zo zou zijn. En ja, toen ze hier kwamen filmen. Toen ja, is het niet zo leuk gegaan. Ik bedoel, hij ging het soort een heel slecht daglicht zetten. En een soort hele rare vragen stellen. En waardoor ik een beetje voor het blok werd gezet. En ja, dit vond ik gewoon niet leuk. Op dat moment durfde ik er echt heel... Ja, op dat moment durfde ik er gewoon niks van te zeggen. En ja, ik voelde me echt heel kut. En ik zat echt van, oh my god, wat moet ik doen? En ik vind het helemaal niet leuk. En ik voelde me helemaal niet fijn bij. En dus helemaal niet wat we hadden afgesproken. Dus ik heb daarna mijn management gebeld. En die zeiden van, nou ja, weet je, ik heb geen contact ondertekend. Ik heb niks gedaan. Dus ik heb gewoon gezegd, ja, dat ik het niet zo leuk vond hoe het is gegaan. Dat ik me er niet zo fijn bij voel. En ja, ik weet niet, ze hebben dan gewoon een beetje gebruik gemaakt van een jonge meid die geen verstand van tv en dat soort zaken heeft. En ik vind het gewoon echt niet leuk. Ja, ik heb natuurlijk ook gewoon merken genoemd waar ik mee samenwerk. En ik heb gewoon samenwerking met hun, dus ik kan niet hun in een programma gaan zetten waar hun helemaal geen idee over hebben. En dat ze daarin genoemd worden en misschien gekoppeld worden met dingen wat ze helemaal niet willen. Dus ja, ik vind dat wel gewoon heel erg jammer dat het eigenlijk zo is gelopen en zo is gegaan. Dus ik heb me daar best wel kut over gevoeld. Gelukkig was Stan er wel. En die heeft me wel een beetje geholpen. Maar ja, ik weet niet. Ik heb gewoon niet zo chill gevoel erbij. Dus ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik deze dag nog niet heb gevlogd. Omdat ik me gewoon kut voelde. En een beetje ja, gebruikt of zo. En ja, ik vond het gewoon echt niet leuk hoe het is gegaan. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wilde een naked shoplog gaan filmen. Maar ja, ik vond me gewoon echt niet goed in mijn vel. En ik voelde me gewoon echt kut. En ik ben er eigenlijk wel een beetje van geschrokken. En ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet doen. En ik heb nu wel een bericht gestuurd. Maar ik heb geen idee hoe nu verder, zeg maar. Ik heb geen idee of... Ja, ze hebben hier wel gewoon 2 uur staan filmen. Ik heb geen idee hoe dit nu gaat lopen of zo. Dat hij hier zomaar mee akkoord gaat. Of dat hij zegt van, yo, we hebben al gefilmd. Dat kan niet, weet je. En ik heb gewoon hele normale antwoorden gegeven. En ik bedoel, het is niet dat ik voor blok word gezet. Het gaat me niet om mezelf. Want daar is niks helemaal fout aan gegaan. Alleen gaat het me meer om de bedrijven en mijn samenwerkingen. Dus het is gewoon allemaal een beetje kut. En ik voel me er kut door. En ik ben een beetje misselijk van en buikpijn. En ik hoop gewoon dat het niet wordt uitgezonden. Het wordt pas in september uitgezonden. Dus ik hoop gewoon, ja,
Het is gewoon een beetje dom eigenlijk dat ik hier niet wat eerder mee ben gekomen. Maar hij vertelde echt alsof het gewoon een heel leuk gesprek zou worden. En ze een beetje geïnteresseerd in mij zouden zijn. Maar ze hebben nu mij meer gewoon gebruikt om als stomme influencer of zo neer te zetten. Die een beetje filmpjes maken over kleding, weet je wel. Dus ja, daar heb je ook weer van geleerd. Heb ik in ieder geval ook weer van geleerd. Dus dat was een beetje mijn dag. Kijk. Ik kan het even laten zien. Ik was hier bezig met naked items. Het was echt super leuk items allemaal. Leuk zomerjurkjes en weet ik het allemaal. Maar dat gaat hem niet worden. Dus dat moet ik even een andere keer opnemen. Misschien morgenochtend. Ik weet niet. Ik heb niet zoveel te zeggen eigenlijk. Ik voel me gewoon een beetje kut en ik moet zo werken. Dus oké, ik ben inmiddels toch van werk. Stan is hier. Hij is super lief. Snackjes meegenomen. M&M's en van die ovensnacks. Echt een cutie pie. Wij gaan nu lekker een marathon aan Love Island kijken. Heerlijk. Dus lekker vrijdagavond. Ik heb een kopje thee erbij. En ik heb ook echt een superleuk weekend tegemoet. Dus helemaal zin in. Nou jongens, ik heb net een shoplog opgenomen van Naked en Chiquelle. Waaronder deze vet leuke items. Echt super leuk. Echt, het is een zomershoplog. Dus ik laat allemaal leuke zomeroutfitjes zien. Jurkjes, stopjes. Echt van alles. Tassen, strandtassen. Zonnebril. Helemaal leuk. Dus check de video out. De video staat nog niet online. Die komt aankomende zaterdag online. Dus helemaal leuk. Ik heb nu ook lekker geen BH aan. Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt super leuk outfitje. Ik ben echt... ja, van plan om misschien wel gewoon lekker aan te houden. Hartstikke leuk, jongens. Ik vind het helemaal top. Nou, ik ga even wat eten. En dan ga ik me even omkleden. Ja, of ik hou dit aan, even kijken. En dan ga ik Lauren ophalen. En dan gaan we gezellig naar het strand. Het is niet echt per se heel erg mooi weer. Maar weet je, het is wel gewoon warm. En we gaan er gewoon gezellig zitten. Dus weet je, prima. Helemaal zin in. Alright, de video is net opgenomen. En ik heb het even omgekleed. Ik heb dus een nieuwe kleding aan van de shoplog. If you can see me. Oké, ik kan mij dus echt niet zien. Ik heb dus dit zwarte topje aan. Daarover een Oceans blazer. Deze leuke broek. En daarbij hakjes. Helemaal cute. En ik ga er nu vandoor, want ik ben alweer te laat. Nou jongens, we zitten gezellig op het strand. Het duurde echt super lang. We moesten echt een uur rijden, maar we zitten er. Heerlijk cocktailtje. Love it. Jongens, we hebben lekker eten. Heerlijk. Genieten dit. Oh, wat top. Alright, het is inmiddels even later. Ik heb me even gedoucht. Opgemaakt. Omgekleed. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb nu een jas aan. Ik heb vanavond dus een feestje van een vriend van Stan. En ga ook echt met sneltesten en zo doen. Dus don't come after me van het zijn te veel mensen. Want het is gewoon getest en zo en al. Dus dat zit helemaal goed. Ik heb dit vet leuke topje aan van bij Joss Fashion. Look at the back. Oh, I love it. Deze broek van Naked en deze schoenen ook van Naked. Leuke hakjes. Helemaal leuk. Zo, dit is de outfit. Mijn vader die gaat me nu naar Anne brengen. Daar gaan we gezellig wijntje doen. En dan worden we opgehaald door het taxi en gaan naar het feestje. Zoveel zin in. Ik heb zo lang niet een feest gehad. Met veel mensen en zo. Ik ben echt heel benieuwd wat het gaat zijn. Stan is er ook gezellig. Of course. Want het is een vriend van de feest van hem. Nee. Het is een feest van een vriend van hem. Helemaal zin in. Vandaag was het trouwens echt super gezellig met Laura op het strand. We hebben gegeten. En we hadden nog vrienden van haar. Ze zat ook op het strand. Zijn we ook even heen gegaan. Super gezellig. Het is een helemaal leuke weekend. Terug op het strand. Nee, 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 maar. Ik zit achter. Ik ben bij mijn Chicotti. Echt kut dat met de telefoon. De vlogkamer niet meegenomen. Nee, zelfs dat was te meenemen. Nee. Oké. Okay. Normaal. Nee, maar we zaten net. Ik heb er eentje mee, ja. Oké. Okay. Bij Anna, hier thuis, heeft ze echt een soort gewoon een kroeg bij haar thuis. Fuck leuk. Dus we zijn net helemaal losgegaan daar. Maar we gaan nu echt naar het feest toe. We zouden eigenlijk al lang erheen gaan, maar
Nou, ons kennende, het is nu 11 uur, we zouden om 9 uur heen gaan. Ja. Ik ook. Oh ja. Give me. Nee, maar dit. Nee, dat zie je niet. Maar dit is gewoon een body. Dit staat lekker. Lekker. Meiden, hebben we er zin in? Hebben we er zin in? Heel erg. Ik ook. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat zijn. Echt gewoon weer een feest. Echt in lange tijd. Ik heb echt lange tijd niet zo'n feest gehad, zeg maar. Helemaal zo. Oh, ik heb nog een keer. Zo, mijn tas is. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondagochtend. Ik ben net wakker. Het is 10:30. Gisteren was echt super gezellig feestje. Ik was gelukkig niet zo heel dronken. Dus ik voel me nu best prima. En het is echt super mooi weer. Heerlijk. Ik ga zo even naar huis. Moet ik even wat voor school doornemen en zo. Daarna ga ik denk naar Anna. Lekker zonne. En dan gaan we naar het strand. Dus helemaal leuk. Super zin in. Stamnia is nu aan het douchen. Die moet zo werken dus. Ja. Goedemorgen. Oh nee, ik heb vanochtend al gevlogd. Hoi jou. Ik hoef nog niet te openen. Ik zit nu bij de McDonald's. Ja. Ik zit bij de McDonald's. Echt heel leuk op het terras. En ik heb lekker spicy McNugget. Nee, spicy kippen. Chicken. Kippen. Gewoon spicy kippen nuggets. Wat voor naam is nee. dat? Nee. Spicy kippen nuggets. Gewoon kippen nuggets, ja. Spicy nuggets. Ja, spicy nuggets besteld. Maar ze hebben toch altijd, nou ja, weet ik veel. En we gaan dus vanmiddag naar het strand. Heerlijk, het is echt super mooi weer. Helemaal zin. Oké, het is inmiddels de slippers, niet schoenen. Nee? Nee, geen schoenen. Het is inmiddels 4:00. We hebben ons helemaal omgekleed en opgemaakt. Ik wil even laten zien wat ik aan heb. Op een goede manier, wacht. Ja, dat zie je dus niet. Ja. Film jij me maar. Ik wil gewoon mijn outfit laten zien. Ja. Kijk jongens, het is heel leuk. Jurkje. Met een open rug. Fiu, fiu. En leuke hakjes. Helemaal leuk. Jurkje is van Naked, by the way. Oh, ik zie je hoofd helemaal niet. Lekker met mijn schatten in Noordwijk. Heerlijk. We gaan lekker terrassen en eten. Ik kan niet wachten. Heerlijk de Berlie. Oké, we hebben er al van gegeten, maar we hebben een heerlijk voorgerecht. Oh, wat goed. Lekker. En Anne was net van de stoel gevallen. Naar achter gewoon. Dat was zo grappig. Oh, mijn god. Nou, jongens, ik wilde helemaal leuk vloggen, maar het ziet er niet meer uit. Ik heb lekker tonijnsteak en bavet en... Heerlijk allemaal. Genieten. Nou jongens, we hebben echt heerlijk gegeten. Ja. Dat is echt top. We hebben eigenlijk dat hoofdgerecht. Beetje te echt, veel ja, besteld. Wat echt niet goed. Het was zoveel. Het hoofdgerecht was al veel. Ja, maar het was wel echt lekker. Het zat helemaal vol. Het zat er nog met het hoofdgerecht. Ja, maar ja, dat was wel heel lekker. Ja, dat was wel echt top. We zijn nu lekker aan het lopen langs het strand. We moeten echt nog super wel. Super cute. We moeten een beetje door het water lopen of zo. Ja. Ja, soms door het water. Ja. Maar we zijn nog best wel ver, hè? Ja, we zijn best wel. Ik denk dat wij ook. Ja, want daar zo te kletsen de auto zak nog langs. Ja, echt. Ja. Zo zou het bij ons zijn. Ja, ja. Dan missen we het gewoon. We hebben net wel leuke foto's gemaakt. Ja, super we hebben schattig. Zulke mooie foto's gemaakt. En we gaan dus nu naar een andere strandtent. Helemaal aan de andere kant van het strand. Echt half lopen. Goed wel. Ah! Oh, mijn jurk zakt af. Oh, mijn broek is lang. Hoe zit ik uit voor de kwallen, hè? Nee. Ja, we zitten hier gewoon kwallen. We gaan, ik heb wel zin in een paar cocktails. Ja, maar Rob gewoon omhoog. Ik heb heel zin in die porstel. Ja, ik ook. Hey, jongens, ik heb echt zin in die porstel martini. Ja. Ja, ik ook. Zo, we gaan niet zo diep, hoor. Nee, maar ik heb geen zin in een toetje, denk ik, meer. Nee? Jij wel, hè? Nee, ja, ik ga al cocktails. Ga cocktails vult ook ja, al. Ja, dat is waar. Ik was wel benieuwd wanneer je terug gaat komen. Nou, ik zit nu al helemaal vol. Ik ga me rood. Oh, nee. Jongens, de sundown boys. Oh, muziek. Nou jongens, het is inmiddels alweer de volgende dag. Ik heb gisteren niet de weekvlog afgesloten.
En dit kwam omdat ik thuis kwam. Ik kwam thuis en ik werd opeens helemaal niet goed. Ik weet niet, het eten was echt helemaal verkeerd gevallen. Ik heb echt lopen kotsen en weet ik het allemaal, echt vreselijk kut. Dus ik heb echt een kutnacht gehad. Ik heb echt gewoon bijna niet geslapen. Heel apart. Het was gewoon echt helemaal verkeerd gevallen. Ik weet ook niet. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie de week leuk vonden. Vond je de week nou leuk? Vergeet dus zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet natuurlijk zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Vergeet zeker niet de notificatiebel aan te zetten. En zo blijf je altijd op de hoogte van een nieuwe video. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!